Iedereen kent wel de familie van de orchideeën. Heel veel mensen kweken ze ook thuis als een soort exclusieve tropische plant. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat orchideeën eigenlijk helemaal niet zo bijzonder zijn als dat men denkt. Heel veel soorten groeien zelfs als onkruid, zelfs hier in de Hortus Botanicus van Leiden. Maar wat ook heel weinig mensen weten, is dat orchideeën tot de allergrootste plantenfamilie ter wereld behoren. Er zijn ongeveer 25.000 à 30.000 verschillende wilde soorten orchideeën. In de Hortus van Leiden kweken we ongeveer 4.000 verschillende soorten. En deze 4.000 soorten zijn over 6 verschillende kassen verdeeld. Er staan iedere dag denk ik wel 200 soorten orchideeën in bloei. Maar heel veel mensen die hier binnenkomen, die herkennen ze helemaal niet als orchideeën. Het gebeurt ook heel vaak dat mensen de orchideeënkas binnenlopen en dan vervolgens aan ons vragen, bloeit er niks? Maar dat komt omdat orchideeën zoals ze in het wild groeien er net even iets anders uitzien dan wat mensen gewend zijn. Zoals dit plantje hier heeft microscopisch kleine bloempjes. Ik zal mijn vinger er even achter houden dat je dat kan zien. Dit plantje staat volop in bloei. Maar wat mensen ook vaak niet weten, is dat in het wild groeien heel veel orchideeën in bomen. Dus vandaar dat we niet alles in potjes kweken, maar ook op dit soort paaltjes. Dit is een bulbophyllum. En om hem goed te kunnen kweken, dan moet je hem dus op zo'n paaltje binden net als dit. Nou, dan rijst natuurlijk de vraag, wat moet je nou met al die planten? Want ja, het kost natuurlijk ook allemaal geld om dat te onderhouden. Nou, dat komt, wij doen er heel veel onderzoek aan. En allemaal soorten onderzoek aan orchideeën. We hebben hier bijvoorbeeld de vanille. Wij kweken hier ongeveer 15 verschillende soorten vanilleplanten om te achterhalen wat de chemische inhoud van die plant is, om te kijken of deze plant medicinale werking heeft. Maar de meest charismatische soort onderzoek wat we hier doen, daarvoor moeten we eigenlijk even naar een hele andere kas. Nou, hier zijn we in het heilige der heiligen van onze orchideeëncollectie, een van de 4 afgesloten orchideeënkassen. Hier staan planten tussen waarvan er soms maar 1 van bekend is in cultuur in de hele wereld. Dit is ook de plek waar we af en toe nieuwe soorten orchideeën ontdekken. En dat komt omdat planten worden verzameld in het wild voor ons. En op het moment dat ze hier terechtkomen, dan gaan we ze opkweken en dan gaan we wachten totdat ze gaan bloeien. En de meeste van de gevallen, dan komt het plantje in bloei en dan zie je, ah, het is die en die soort. Maar regelmatig gebeurt het dat we absoluut niet kunnen vinden hoe de soort heet en dan is het dus een nieuwe soort. Nou, en hier is dus 1 van die exemplaren waarbij dat is gebeurd. En het is nu ook 1 van onze kroonjuwelen, de Maxima orchidee. In 2013 werden de kassen van de Hortus gerenoveerd en geopend door koningin Maxima. Ter ere van deze gebeurtenis is deze orchidee naar haar genoemd. Het beschrijven van planten is in de loop van de eeuwen nauwelijks veranderd. Allereerst moet je zeker weten of een soort al niet beschreven is. Hiervoor is een hoop parate kennis en een goede bibliotheek nodig. Ed de Vogel heeft veel van onze orchideeën eigenhandig verzameld. Ik heb 15 jaar rondgereisd in Zuidoost-Azië. En ik heb met veel plezier 8 jaar gekampeerd in het tropisch regenwoud. En daarbij zo'n 15.000 levende orchideeën meegebracht voor de Hortus. En zo'n 10.000 collecties herbarium gemaakt. Als eenmaal vaststaat dat een soort nog niet bekend is, kan begonnen worden met de beschrijving. Allereerst worden alle delen van de plant goed bekeken, opgemeten en opgeschreven. Uiteraard worden er tegenwoordig ook veel foto's van de plant en alle aanzichten van de bloem gemaakt. Toch wordt er vaak voor de duidelijkheid nog een lijntekening van gemaakt. Zodra er een nieuwe soort bekend is, dan word ik gevraagd naar de Hortus te komen om die dan te bekijken en te tekenen. Met een wetenschappelijke illustratie kan ik een volledige reconstructie van de plant maken. Waar bloemen bijvoorbeeld beschadigd zijn, kan ik die repareren. Ik kan bladeren verdraaien, wat met een foto niet mogelijk is. Een tekening is van oudsher de standaard om een plant tijdloos weer te geven. Daarnaast wordt een herbariumexemplaar gedroogd of op alcohol gezet als referentiemateriaal. De naam is officieel zodra de beschrijving wordt gepubliceerd in een tijdschrift. En zo heeft deze plant de naam Chelonistele Maxima reginae gekregen. Een van de mooiste soorten van het geslacht, genoemd naar een bijzonder persoon. Nou, deze heeft inmiddels een naam, maar dat wil niet zeggen dat het werk op het gebied van orchideeën klaar is. Hier staan een handjevol van onze ruim 200 soorten orchideeën die nog wachten op een naam. En ook op het gebied van de chemische kant en de medicinale werking van orchideeën valt er gelukkig nog een heleboel te ontdekken.